Dat vrijheid of compleet is of niet bestaat. Als je eenmaal meegaat in het discours van, nou, we kunnen best bepaalde winkels sluiten. Nou, handenschudden kunnen we misschien wel verbieden, maar studenten moeten wel. Als je eenmaal dat gesprek begint, als je eenmaal als politiek accepteert dat een lockdown of een semi-lockdown of een intelligente lockdown tot de aanvaardbare politieke instrumenten behoort voor een griep, want daar hebben we het over, hè? Corona is gewoon een zware griep, dat is wat het is. Maar als je dat eenmaal accepteert, dan kom je er nooit meer uit. Op het internet. In 2015 heeft de VN, die heeft de Sustainability Development Goals gedefinieerd in hun agenda 2030. En in die agenda 2030 hebben zij gezegd tussen 2000 en we hebben gezegd, wij gaan het zelf doen. En dat moet opnieuw. We hebben dat nieuwe plakkaat van vanavond. En nu is, ga jij het World Economic Forum volgen of ga je het Forum voor Democratie volgen? 17 maart is de keus aan de... Wij willen soeverein zijn, wij willen Nederland blijven, wij willen zelf beslissen over onze grenzen. We willen niet door de Europese Unie of door het World Economic Forum worden geregeerd. En wij kunnen naar de feiten kijken en wij zien dat corona op geen enkele manier een wereldwijde crisis, een wereldwijde pandemie of een wereldwijd vaccinatieprogramma rechtvaardigt. En daarom is die boodschap van ons, van cultureel zelfvertrouwen voor Nederland, zo belangrijk, juist in tijden van corona. Binnen is de boodschap, het is de tandvrije grootwaard van COVID. Kan hij niks aan doen? Nee, maar ik heb het voordeel op zo. Nee, maar stop. Ik zag wel al die busjes naar boven. En dan krijgt Thierry de schuld. Het is een hele andere groepering. Gewoon een spelletje. Nou, betaald.